Utrecht trof in de eerste ronde de amateurs van Sportlust uit Woerden. Die werden met 3-0 opzij gezet. En Utrecht begint overtuigend aan de wedstrijd tegen Blauw-Geel 38. Dit is de eerste poging van de wedstrijd van Booth. En dan wordt hij uiteindelijk binnengeprikt van dichtbij. Het is geen buitenspel door Sander van der Streek. Dat is de meest scorende speler in het bekertoernooi, gemeten vanaf het seizoen 2018-2019. Precies op de goede plek van de streek. Keeper zit er nog wel licht aan. Jordi Zielschot. Maar kan die inzet van der Streek uiteindelijk niet keren. Utrecht geconcentreerd. Zo moet je het ook aanpakken tegen welwillende amateurs. Die met veel ambitie aan deze wedstrijd begonnen zijn. Maar Utrecht laat de bal soepel rondgaan. Speelt ook in min of meer de sterkste opstelling. Bas Dost ontbreekt. Wegens hernieuwd vaderschap. En hier is de volgende mogelijkheid. Voor Utrecht. Voor Booth. Silberbauer begon met een gelijkspel tegen Feyenoord. En hoopt die lijn in positieve zin door te trekken in Veghel. Blauw-geel dat het in de competitie uitstekend doet. En al 14 wedstrijden op rij ongeslagen is. Maar vooralsnog hebben ze weinig in te brengen tegen Utrecht. Dat hier weg is aan de linkerkant via Boussaïd. Veel in het spel betrokken wordt. Veel valt Utrecht aan over die linkerkant via Boussaïd. Maar viergever een basisplaats heeft links achterin. Hier is opnieuw Boussaïd. Van der Streek met de aanname. Ook met het schot van der Streek raakt dan de lat en is dicht bij zijn tweede treffer. Dus ook bij een verdubbeling van de marge voor Utrecht. Goede poging van der Streek. Maar het blijft vooralsnog 1-0. Het is ook nog wachten op de eerste kans voor Blauw-Geel 38. En die mogelijkheid dient zich hier misschien aan. Maar het blok is er van viergever en daarna het werk van Barkas. De inzet was van boer Ben van de Nieuwhof. Die heel vroeg uit de veren moest vanmorgen. Toen als rechtsbuiten zich hoopt te onderscheiden voor Blauw-Geel. Het wordt 2-0 voor Utrecht in de 32e minuut. De goal is van Jens Toornstra. En zo heeft Utrecht een duidelijke marge te pakken. Ook hier winderige omstandigheden. Op het kunstgras in Veghel. Utrecht komt niet in de problemen. Hier het balverlies dat wel van Toornstra. En dan de mogelijkheid om de aansluitingstreffer. Een serieuze kans voor Van der Zanden. Die over het algemeen makkelijk scoort. Maar hier dus even niet. Utrecht houdt balbezit. Dus voordeel. Boussaïd. Versnelt dan aan de linkerkant. Er komt eigenlijk niemand tegen. Booth is mee. Ook Doefikas in het centrum. Die onderschept hier de bal die voor Booth bestemd lijkt. Maar dat is een goed idee. Want hij haalt daarna vakkundig uit. Goeie goal van Doefikas. En zo is het 3-0 voor Utrecht. Een kleine 4 minuten voor de rust. Controle niet onder druk gezet. En dan rondt hij dat koeltjes af. Utrecht had altijd gemakkelijk de vrije man weten te vinden. Veel ruimte aan de rechterkant. Voor Ter Avest. Ook hij in basisplaats. Kleiber op de bank. Hier is de kans op een vierde treffer. Maar niet besteed aan Van der Streek. Tegen de wind in Utrecht in de tweede helft. Aanvankelijk verandert het spelbeeld niet. Want hier is al de volgende mogelijkheid. Doefikas raakte met zijn linker helemaal verkeerd. Fraaie goal in de eerste helft. Maar dit had beter gekund. Utrecht neemt daarna wel wat gas terug. Er komen wat mogelijkheden. Hier een standaard situatie die getrapt wordt door Ben van de Nieuwhof. Maar nog geen doelpunt voor boer Ben. Twintig minuutjes nog. Hij is snel. Van der Nieuwhof is ook weggelopen bij zijn tegenstander. En een fraaie goal. Die schrijft hij dan bij. Ben van der Nieuwhof zorgt voor het doelpunt voor Blauw-Geel 38. De nummer 3 van de derde divisie. En het is een uitstekende goal. Want Barkas heeft toch laten zien dat het een uitstekende keeper is. Utrecht. Marsje is nog geruststellend. Voor het elfte van Silberbauer. De Avers met de voorzet. Doefikas niet. Er wordt nog verdedigd. Maar zo soepeltjes als het in de eerste helft ging, gaat het niet meer bij Utrecht. Wat meer weerstand ook van Blauw-Geel 38. Dat in ieder geval nog een goal meepikt. Maar er wel uit ligt. Utrecht door naar de laatste 16.